Het nieuwjaar. En bij het begin van het nieuwe jaar ga ik hier in 4 scènes het jaar 2010 terug naar voorschijn toveren. En de eerste scène is een scène nog niet zo lang geleden, op het einde van 2010. En het was een man die naar mij toe kwam en zichzelf niet voorstelde, maar zei: jullie zouden beter een regering vormen zonder politiekers, maar met wetenschappers. En vervolgens stapte hij op de tram, want ik wou nog reageren en ging niet meer. En dan heb ik maar in mezelf gemompeld: ben het er toch niet mee eens. Maar ik deed toch het gedachte-experiment. Ik dacht van, stel dat dat nu eens zou gebeuren, dat de wetenschappers de opdracht krijgen om een regering te vormen. Wat zouden die dat doen? En zoals het wetenschappers past, gaan die dan natuurlijk rapporten van collega's raadplegen en die gaan dan gerenommeerde instellingen bezoeken. En dan zouden die ongetwijfeld ook het recente risicorapport lezen van het Wereld Economisch Forum. En daar staan de grootste uitdagingen, de grootste risico's voor de hele planeet op een rij gezet. En dat gaat over de financiële crisissen, dat gaat over de klimaatverandering en dat gaat over de sociale ongelijkheid. Ze zouden waarschijnlijk ook het rapport erbij pakken van het Internationaal Energieagentschap. En daarin staat dat in 2010 elke dag 1,5 miljoen vaten ruwe olie meer verbruikt zijn dan in 2009. En dat we dus met die stijgende vraag en met dat verminderde aanbod recht op superhoge olieprijzen afgaan en dat daar een economische crisis gaat komen en dat die landen die echt de leiding nemen in de nieuwe alternatieve energiebronnen, dat die op een goudmijn zitten. En toen ik die rapporten bekeek, toen dacht ik, of toen wist ik, wij zijn gewoon veel te bescheiden. Want die problemen die vandaag hoog op de agenda prijken, dat zijn die problemen waar wij al jaren rond werken. Onze groene kijk op de wereld en onze oplossingen zijn gewoon de juiste.